We zijn weg! Om exact 2 uur werden de mannen weggeschoten. 153 deelnemers moesten 168 kilometer afleggen. De 4e wedstrijd in de beloftecompetitie. En de leider in het klassement, Bertjan Lindeman uit Assen, is er niet bij. Hij reed gistermiddag de Ronde van Limburg en werd erin verdienstelijk 8e. Dit is Dex Groen van de Metec-formatie. De ploeg van Alad Engels. Een jongen die goed over kasseien kan gaan, zien we hier ook. Zoekt de rug van de kasseienstrook op. En dit is zijn ploegmakker. Roy Efting uit Grollo. Ook hij gaat makkelijk naar de kop toe. Won de eerste wedstrijd in de beloftecompetitie, de Meeuwsrace. En het verhaal van de wedstrijd. Een paar man probeerden continu weg te komen. Maar het peloton in sleetvorming in een hoog tempo erachteraan. De welbekende kasseienstroken. Per rondje 2 kasseienstroken van ruim 3,5 kilometer lang. 6 in totaal met natuurlijk veel pech. Dit is Ralf Gelens van de Babydump Lemmens ploeg. Na 78 kilometer een kopgroep. Met 4 man. Met Sjoerd van Ginneken. Met Steven Wester van de WSC Emmen. Sander Kreder van Koopmans Betavers. En Germen Warmink van Topteam Noordoost. En dat is een jongen uit Gasselte-Nijveen. Maar de kopgroep krijgt niet meer ruimte dan 20 seconden. Peloton komt weer dan weer bij elkaar. En dan 1 man weer vooruit van de Jopiels-formatie. Is dit Maurits Lammertink. Rijdt dan langzaam weg. Maar ziet ook dat er donkere wolken zich samentrekken boven Exlo in de omgeving. De paraplu is al omhoog. Het regent al. 4 man in de achtervolging. Met Van der Belt, Wechter, opnieuw Dex Groen en Robin Huizinga. Hier heb je die 4. Maar in de verte zien we het peloton al. Niet meer dan 20, 25 seconden. Hooguit. En dat betekent dat alles weer samen gaat komen. Daar lijkt er in ieder geval op. Maar dan na 110, 115 kilometer begint het weer veel en veel slechter te worden. Onweer en heel veel regen. Ruim 25 man vooruit. En hier zou de latere winnaar dan bij moeten komen. Want de wedstrijdleiding beslist om na 124 kilometer de wedstrijd af te finishen bij start-finish. Het peloton is dan gezien en dan gaan we sprinten voor de overwinning. En hier komt dan Rens de Stroet in het midden van het beeld. Hij verslaat Mark Schreurs en Dex Groen. En zo wint Rens de Stroet deze editie van de kasseienomloop in Exlo. En komt het peloton in de stromende regen binnen. Met daarin op de 24e plaats Elmar Reinders uit Emmen. Hij wordt daarmee de beste Drent. Maar de kasseienomloop van Exlo wordt gewonnen door Rens de Stroet. Het begon echt keihard te regenen en te onweren. Dus ik had al wel gedacht van, dat ze het zouden gaan aflassen. En we kregen 3 kilometer voor de finish kregen te horen dat we moesten af gaan sprinten. En we hebben het gewoon heel goed gespeeld. Een ploeggenoot van mij, die demareert. En die krijgt iemand mee, die houdt zijn benen stil. En de andere ploeggenoten trekken hem aan. Dus het was eigenlijk een koud kunstje om het af te maken.